Een tiener. Nu wel. 19. Zijn ze allebei. Maar Dokic is op haar 19 een stukje verder dan deze Bovina. Want die heeft zich onder andere door een serie prima resultaten de afgelopen weken tijdens het hardcore seizoen opgewerkt. Tot een vierde plaats op de wereldranglijst. Hoogste klassering ooit natuurlijk. Je ziet het verschillende lengte tussen beide speelsters. Mooi te zien zo. Toch iets 1,75 meter. Bovina maar liefst 14 centimeter langer. 1,89 meter. Bijna overbodig om te zeggen dat ze goed serveert. Voorhand is ook goed van deze Bovina. Er waren insiders in de Tour die haar een snellere opmars voorspeld hebben. Bovina dan. Maar dat kan er nog wel van komen. Is nog volop in ontwikkeling. Moet natuurlijk ook met die lengte om leren gaan. Maar als je dan toch kijkt naar zo'n jaar als 2002. Nou. Ik speelde indoor Parijs verloor in drie setjes krap van Dementjeva. Indian Wells verloor in drie setjes van deze Dokic. Dat was de enige keer dat ze tegen elkaar speelden. Dat was op hardcourt. 6-2 in de derde voor Dokic. Pakte haar eerste titel in Polen, in Warschau. Los Angeles. Net aan, een tijdje geleden op hardcourt. In drie sets verloren van Davenport. En daarna nog weer in Nieuwheven. Maar net aan verloren in drie sets. 7-6 in de derde van Moresmo. Kortom, het is nog geen top. Maar het begint er wel tegen aan te leunen. Somber weer. Dat kunt u zien in New York. Want ook dat kan. Als het warm is, het heel warm in het summer. Maar het kan soms onwaarschijnlijk stortregenen. En u hoorde de aankondiging van Jelena Tokic. Langzaam maar zeker wordt deze Joegoslavische beter en beter en beter. Het eind van de ontwikkeling is nog niet daar. En eigenlijk is er nog maar één stap voor haar denkbaar. Capriati zal waarschijnlijk ooit wel te bestrijden zijn voor haar. Hoewel ze onlangs, dat was in Montreal, verloren nog van Capriati. Waarbij overigens in de slotfase de hamstring opspeelde en ze vervolgens Nieuwheven moest laten lopen. Maar de uitdaging natuurlijk voor Dokic zal zijn van, komt ze de komende 2-3 jaar in de buurt van Venus en Serena Williams? Ja, dat is wel de uitdaging voor bijna alles wat subtop is en bijna top. Geboren Belgrado, verkast naar Australië. Uiteindelijk had ze het daar weer niet naar het zien, weer teruggegaan. Aan de hand van een vader, Damir Dokic. In ieder geval wat keren in opspraak kwam. Maar het is nu rustig rond de mannen. Dat komt het spel van Dokic ten goede. Ik kende een goed 2002. Nog iets, absoluut. Liet het Australische circuit voor wat het was, maar haalde dan toch indoor Parijs de finale. Pakte bijvoorbeeld in de halve toen Seles verloren in de finale van Venus Williams. Moest toen ook opgeven met de blessure, dat overkomt er nog wel eens. Vierde titel veroverd in Sarasota. Door een halve finale Emilia Island. Verloren van Heenem, maar ook toen moest ze opgeven met een maagvirus. Een halve finale Hamburg. Won van Heitain, verloor van Kleisters, moest andermaal opgeven, geblesseerd en wel. Roland Garros kwartfinale. Eruit tegen Capriati. Wimbledon vierde ronde, eruit tegen Hantuchova. Dat moet je nog wel zeggen, op de Grand Slams heeft één keer de halve finale gehaald. Dat was, als ik het uit mijn hoofd gauw goed zeg,
2000. Dat is de enige keer. De zegens, de toernooizegens, komen vooralsnog op de minder gekwalificeerde toernooi. Dat stond bijvoorbeeld in Birmingham op gras. Maar ik ben geneigd om te zeggen dat hij toch iets mogelijkheden in haar spel heeft om te blijven op die plek 4. En misschien dan wel weer net iets hoger, de plek overnemend van Capriati. Want ze beweegt goed, ze is compleet. Ze veert behoorlijk, ook de tweede service mag er zijn. En is goed met haar sport, dat zal ik zeggen, met haar vak, als je er zoveel geld voor krijgt, bezig. En zoals ik je al aangaf, hardcourt heeft ze toch een beste serie gemaakt. Een kwartfinale op Stanford, daar verloor ze van Davenport, die terugkwam na die knieblessure. Maar haalde de finale in San Diego. Had voor de allereerste keer toen in haar leven in de halve finale Capriati te pakken. En verloor van Venus Williams. Halve finale Los Angeles, waarin ze verloor van de latere winnares Rubin. Halve finale Montreal. Dat gaf ik u al. Daarin moest ze uiteindelijk opgeven tegen Capriati. Maar ze stond wel dik achter op dat moment. Dus gewonnen had ze die partij niet meer. In ieder geval moet je zeggen dat haar tegenstander, die Elena Bovina. Lengte is een pre. Kijken hoe ze dat kan benutten. In wat toch denk ik een redelijk gelijkwaardige partij wordt. En die Bovina is natuurlijk een van de vele namen van Russische speelsters, Russische meisjes, wat zal ik zeggen. Die ertoe doen. Het zijn er echt veel. En bij de junioren komen er nog meer aan. Maar laat ik u nou eens bijvoorbeeld opsommen wat hier allemaal in New York al is. Want dan hebben we buiten deze Bovina hebben we nog Dementjeva, is pas 20. Hebben we nog Kuznetsova, is pas 17. Twee ouderen. Dikovcheva 26 en Panova 26. Maar dan nog Miskina 21. Petrova 20. Zvonareva 17. En zoals ik zei, bij de junioren komen er nog 4, 5 goede grote talenten aan. Het geeft aan dat. Het geeft voeding aan de aloude stelling dat. Uit een land als Rusland. Maar dat geldt, vind ik, ook voor bijvoorbeeld voor Tsjechië met 6 speelsters hier. Slowakije met 5 speelsters hier. Dat in dat soort landen de honger. Om. Mee te kunnen eten, moet ik maar zo zeggen. Uit die rijk gevulde tennisruif is natuurlijk groot. En dan zien hoe Bovina vandaag kan eten tegen Doppic. Ze komt ermee weg, Bovina, vind ik, want het was niet bepaald een mooi moment om het net op te zoeken. Maar de passing kwam niet van het racket van Doppic.
En dat had ik zo even bij dat rijtje Russische speelster, geloof het of niet. Natuurlijk nog Kournikova. Alsof die al helemaal afgeschreven zou moeten zijn op haar pas 21ste. Agressief. Zoals Bovina start in deze openingsgame. Zal het zeker niet te licht opnemen, Dokkie. Ze doet ze sowieso al nooit, maar weet dat ze Bovina kort moet houden. 15-30. Goede snelle return. Niet helemaal de goede hoek, maar ze kon nog niet veel meer mee, Bovina. Mooie lange rally. Niet extreem hard, niet extreem geplaatst, maar de bal ging toch langdurig op en neer. Goed in de bal gestapt, in de start genomen. Iets bij mooie tweehandige backhand. Thank you.
Hier en daar wat onnodige fouten van de kant van Doggett. Het geeft Rovina het derde breakpoint op rij. Ik zei het u, Doggett kan met beide kanten over, ook met backhand hoor. Verwoestend uithalen. Dat heet met de schrik vrijkomen. Zelf die breakpoints goed weggeslagen. Maar daar geen fouten van Bovina voor nodig. U had u zo'n bewijs van het feit dat Bovina behoorlijk serveert. Dat zetten we zo ongeveer op 170 kilometer. Te veel onnodige fouten vooralsnog. Kan beter worden, de partij is nog in een prullenstadium. Ja, je kunt ervan zeggen van speel die tweede dan wat behoudender. Ik moet zeggen dat ik het een prima optie vind zoals ze het probeert. Want veel ze hoger op die wereldranglijst komen dan plaats 61 die ze nu heeft. Dan moet ze niet alleen vandaag winnen, maar ook toch investeren continu nog in haar spel. En dan moet je de tweede service geen watje slaan. Tweede streep van een backhand, terwijl ze zelf zegt, mijn voorhand is mijn favoriete slag. Ja.
Bovina is niet bang en eigenwijs en dapper en goed aan deze wedstrijd begonnen. En leidt met 2-1. Aan alles kun je zien dat die Bovina tot de tanden gewapend is. En het absoluut voor mogelijk houdt dat ze vandaag voor een verrassing zorgt. Niet bang. Vecht Dokic aan vanaf de allereerste bal van deze wedstrijd. Balans in het voetwerk niet zo mooi. Zoals ik ook eigenlijk tevoren niet zo heel mooi. Mijn bovenarm erg dicht tegen het lichaam aan. Gebruikt op die manier de natuurlijke reikwijdte die ze heeft met 1,89 meter. Niet optimaal. Maar het verraadt vaak een gebrek aan kracht, schouderkracht. Het lichaam moet dan erg helpen bij de slag. Backhand bevalt me vooralsnog beter van Bovina dan de voorhand. En Dokic blijft slordig. En ook in deze servicebeurt loopt ze er weer tegen een breakpunt op. Ze kan het tempo behoorlijk bijbenen, de Russische. En doet ook qua vocale begeleiding niet onder voor Dokic. En misschien hielp het gekreun en gesteun haar bij die laatste rally plotseling toch aan het verzilveren van het vijfde breakpoint dat ze nu had in deze set. Daar is helemaal niks op af te dingen 3-1, Dokic speelt eenvoudig weg te slordig. Okay.
Nog steeds is het zo dat Pelvina met de backhand makkelijker vaart genereert dan met voorhand. Beweegt overigens niet slecht, hè? Pelvina voor de bijna 1,90 meter. Voorlopig moet ik toch ietsje daarvan hebben dat Bovina ook wat fouten wil gaan maken. Doet haar beklag, zag het anders. Niet altijd even jovel bij Bovina, die voorrent en het lopen diep naar die voorrentkant. Zou daar eigenlijk een juweel van een running forehand moeten kunnen slaan met die lengte, maar kruipt erg dicht met het lichaam naar de bal toe. Drie backhand fouten, één met voorrent en weg is de break. En Dokic komt dus terug tot 2-3 in de eerste set. Niet makkelijk trouwens hoor. Voor deze speelsters om zo 's ochtends om, wat zal het zijn, 11:30 New York tijd. In dat Arthur Ashe Stadium goed bij de les te blijven. Altijd wat rumoerig. Vliegtuigen die overkomen, publiek dat niet bij zitten, niet helemaal vol. Maar beide speelsters lijken desalniettemin volkomen gefocust. Een diepe zucht. Want de fouten blijven komen van haar racket. Nu was die voorrente vol uitgeslagen in de bal. Mooi op het lichaam gevallen. Maar dit was weer matig bewogen, te dicht op de bal.
Ja, die backhand is goed. Opnieuw is het toch iets die de call betwist. Maar die 4-2. Een andermaal een brik tegen op die service, dat blijft staan. Goede return, dat kan als je zelf genoeg vaart geeft en je pakt zo'n return snel en goed op, dan kan die daar even hard langs. Vooralsnog wisselen beide spelers vlagen van goed en minder goede tennis af. Blijft nog één breakpoint over. Dat was niet best daar van Dokic. Er zaten in de rally 2-3 mogelijkheden om het eerder af te maken. Kijk, deze had er al langs gekund in principe. Iets meer diagonaal of rechtdoor is goed. Maar er zijn een aantal dingen die me bevallen aan Bovina. De service is er, de backhand is er, de voorhand bij vlagen. De houding op de baan is goed. En vooralsnog kijk ik naar een Dokic die ik de afgelopen jaren op de Grand Slams vaker zo heb zien spelen. Alsof ze op het hoogste podium toch nog steeds niet tot haar allerbeste tennis kan komen. Correcte rally van bovenin, dat de service goed naar buiten, de backhand verstel diagonaal doorgelopen naar het net. Precies zoals het moet allemaal. Nou ja, ze heeft zo'n service. Kortom, ze heeft wapens en met die wapens heeft ze Dokic voorlopig op 5-2 gezet in de eerste set. Deze eerste partij, derde dag in het Arthur Ashe Stadium.
zich verrassend. Hoewel, eerder dit jaar, ik zei het u al, tijdens Indian Wells won Bovina ook de eerste set, maar moest daarna de tweede en de derde met 6-3 en 6-2 afgeven. Zes keer aan het net, zes keer gescoord. Dat geeft aan dat de Russische niet slechter zijn, maar ook dat ze begrijpt wanneer ze in de rally het net moet opzoeken. De Joegoslavische doet overtuigend iets terug. Maar ja, het is zo lekker bij tennis als je over een goede service beschikt. Want nou moet die Bovina gaan serveren voor die set. Maar het serveert zo lekker. Je kan het. Je hoeft het niet te vrezen. Dat zei ik u al eerder, de voorhand kan diep, bevalt me niet helemaal. Ja, die backhand is leuk, maar venijn zit hem natuurlijk in die service langs het midden. Door het midden. Ja, ik kondigde het u aan. Dat wapen heeft. Nou, ik wilde bijna zeggen dat ze voor de eerste keer aan het nette punt wijd ging raken. Maar zo, dat is ongeveer het eerste gekregen setpoint van Dokic. Goeie eerste set van Bovina. Dokic maakte veel fouten, maar Bovina serveert goed, dicteert veel rallies, is goed gefocust en is absoluut niet bang voor de Joegoslavische. De cijfers van de eerste set. Onnodige fouten gelijk, winnaars maar een klein verschil. Je kunt hooguit zeggen dat die zeven keer aan net in het voordeel zijn van Bovina. En dat doet er natuurlijk ook altijd toe welk onnodige fout je op welk moment maakt. En daarin was Dokic niet erg gelukkig.
dat net hielp. Want daardoor stuiterde die bal precies mooi hoog op een ideale heuphoogte. Maar goed. En ik vind Dokic niet echt in de wedstrijd zitten. Ergens het gevoel dat ze een soort afwacht van wanneer ga jij nou een beetje minder spelen, Bovina. En twijfelt ook of ze behoudende rally zal spelen of dat ze zelf vol voor de winnaar zal gaan. Natuurlijk, je bent favoriet, je bent de nummer 4 van de wereld. En dan zit er altijd iets in dat je zo'n partij een beetje emotieloos. Ik wil zeggen, emotieloos heb ten dele op de automatische piloot zonder je vuist te ballen en dat soort dingen in stilte goed af wil werken, maar. Deze Bovina verplicht Dokic nu om er vol in te duiken. En eens zien of de Joegoslavische die handschoen oppakt. Slechte passing door het midden. Alsjeblieft, dankjewel, zei Bovina. Kijk, deze bal die moet natuurlijk cross voorhand erlangs. Maar alle dingen die heel veel touch vragen zijn vaak niet besteed aan Dokic. Maar misschien niet goed uit met het voetwerk. Dat was eigenlijk een bal die zich beter leende voor een stap terug en laten stuiteren. Ik gok en zeg dat het de moeder is van Helena. Mooi in de bal gevallen, beweegt goed met dat lange lichaam. Kijk eens, goed erin gevallen. Met alles wat ze heeft. En nog één. En weer die positieve uiting, dat vuistje. Ik let er altijd op, want het is zo bepalend vaak in een wedstrijd. Hoe je daar staat mentaal. Pep je jezelf op of klets je jezelf in de put? Blijft slordig wat Dokic doet. Het blijft kalm, het blijft stil, geen onvertogen woord. Ze blijft de houding handhaven van het zal ergens goed komen, want ik ben de beste.
Sterke tweede. Maar het heeft naar mijn idee toch de schijn van dat ze zich moet willen verliezen in deze wedstrijd, zeg maar. Tokic is niet goed genoeg, niet van de klasse van een Graaf vroeger of een andere absolute vedette. Dat ze het verlies van zo'n eerste set kan afdoen als, oké, je hebt één set, maar de hele partij win je nooit. Volledige overgave is gevraagd voor de Joegoslavische. De lengte van de bovenbenen zou ik weer denken dat het moeder Bovina was. Want die break is weer daar. 2-1. Het zou kunnen dat zich op deze derde speeldag van de US Open in de tweede ronde dan toch de eerste grote sensatie zich gaat aandienen. De uitschakeling van de nummer 4 van de wereldranglijst, Jelena Doncic. Vijfde geplaatst hier, denk ik. Inderdaad. Ze zal het tij moeten keren. Meer agressie, meer vuur. Niet afwachten hoe het loopt, afdwingen. Ze krijgt niet alleen een aantal punten van Doncic, maar ze maakt ook zelf goeie. Met service, met backhand, soms met voorhand. Met name de voorhandkant van Doncic is er prammelijk al een hele tijd in de wedstrijd. Fout op fout op fout. Is ook niet een stabiele slag. Het verschil tussen spin en vlakke klap is niet zuiver genoeg. Dat was weer de Doncic zoals we die deze zomer op de hardcourtbanen zagen spelen. We hebben een
Wordt dan weer zo'n goede, effectvol naar buitengespeelde service achteraan. Het is niks goed wat Dokic doet. Ze speelt slecht, maar de beleving van de wedstrijd is ook matig. Alsof ze toch nog steeds niet begrijpt dat het heel leuk is om een grastoernooi in Birmingham te winnen. Of om Sarasota naar je toe te halen. Maar het gaat nu wel hier om, in New York, om de hoogste eer. Dan mag ik met die welnemer door één rally gaan heen praten, want ze speelde dit jaar Dokic in Tokio, Parijs, Antwerpen, Indian Wells, Miami, Sarasota, Charleston, Hamburg, Berlijn, Rome, Straatsburg, Roland Garros, Birmingham, Eastbourne, Wimbledon, Stanford, San Diego, Los Angeles, Canadian Open. Ik wilde maar zeggen, een tikkie veel. En veel spelen en veel verdienen, dat is één factor. Ik vraag dat bijvoorbeeld aan Velninkov, maar pieken op de momenten dat je moet pieken. Dokic maakt niet die indruk op mij dat ze daarmee bezig is op dit moment in New York. En dan krijg je nog dit soort dingen eroverheen. En als je dan zo'n breakpoint wegwerkt en je bent Dokic, dan wil je iets zien van, ja, ik heb dat punt. Maar het blijft gelaten. Zag je toch weer eventjes het strakke punt van Bovina naar voren komen. Omdat ze met die voorhand zo dicht naar die bal kruipt, is het lopen daarna diep naar die backhandkant lastig. Maar ze ontleent er geen moed aan. Dokic. Slecht moment voor 3 dubbele fouten in 1 game. Want ze heeft nu een dubbele break. 4-1 achter. De eerste half verloren met 6-3. En Bovina serveert genoeg om het uit te maken. Matige
wedstrijdhouding vooral, vind ik, van Dokic. Heeft het vanaf de allereerste slagwisseling, zoals ik u schetste, in stilte willen doen op de automatische piloot. Zo van, ik ben nummer 4 en jij bent nummer 61. Hoewel ze toch wisten dat het spel technisch ze maar een neuslengte voorsprong had. Allebei 19 en bovendien een kans spelen. Dat heeft ze in het hele jaar door tegen menig topper al bewezen door een set te winnen. En als dat dan niet lukt, als dat dan niet kan op een gladde, makkelijke manier, dan moet je gaan harken. En ik heb tot nog toe niet gezien dat Dokic wil harken. Het overkomt hem. En daarom ben je geen topper als je op dit podium in US Open, er zijn 4 momenten per jaar, je alles uit de ribbenkast moet spelen om een partij te winnen. Ziet u dat bij Dokic? Ik zie het niet. En vooralsnog zie je bij Balvina dat ze alleen maar beter gaat spelen naarmate ze dichter bij de finish komt. Ja, het gaat razendsnel nu 6-3, 5-1. Blijft geen steen op de ander bij Dokic. Return was goed en diep. Het was een beetje een lucky van Dokic dat ze die banden van de schoenen kon plukken. Blikken konden doden. Ze verschaft zichzelf nog een strohalm, Dokic. Hij zal ervaren dat Bovina nou eenmaal beschikt over zo'n prettige, goede service om het uit te maken. We hebben het de afgelopen jaren, pakte misschien net een beetje lijn mee, maar het leek me niet overigens dat ze gelijk had Bovina bij het vorige punt. Ik had het over Dokic, het kan zich nog verbeteren de komende jaren, maar ik heb toch een paar keer te vaak gezien dat ze op de Grand Slams niet thuis geeft. De eerste set serveerde ze overtuigend uit, Elena Bovina, naar 6-3. En zien of ze deze prachtige 2 breaks voorsprong in de tweede set kan verzilveren. Thank you.
Maar ik zei het eerder, het is een heerlijkheid als je over zo'n opslag beschikt. Het lijkt me mosterd naar de maaltijd, maar goed was die wel, die klap. Je ziet het aan de voorhandwinners, 12 tegen 5, daaraan ontbreekt het niet. Daar wijst ook het feit dat ik niet snap dat Bovina zelf haar voorhand zo goed vindt. Oh jee, jee. Frank, glimlachje. Het gezicht van de Joegoslavische. U hoort ook het geroezemoes in het Arthur Ashe Stadium. Zij speelt goed, maar Tokic speelde hopeloos. En dat past het dan, want de cijfers ook nog 6-3 en 6-2. Goeie vreugde bij Bovina. Die toch in een aantal opzichten haar visitekaartje heeft afgegeven. Daar bedoel ik mee dat ze de komende jaren nog veel verder omhoog kan dan die plaats 61 die ze nu heeft. Want ook al gaf ik aan dat Dokic in diverse opzichten een hele matige partij afleverde, haar optreden mocht er zijn. Vond er mentaal goed, pekkend goed, service buitengewoon goed. Kortom, een van die vele Russische talenten die de komende jaren nog veel verder omhoog zullen komen op die wereldranglijst. En Dokic moet bij zichzelf te raden gaan. Excelleren op het hoogste podium, dat moet.